Ja, strijders, daar zijn we weer. Goeiedag, welkom bij een nieuwe video. Laat ik beginnen met het volgende. De winnaar van de giveaway waar ik het gisteren over had in mijn vorige video, die staat in mijn reactie onder deze video. Ik neem dit 's ochtends op, 's middags bepaal ik de winnaar. Dus die staat straks in mijn reactie, dan weten jullie dat. Gefeliciteerd, jij wint FIFA 21. Later vandaag is er waarschijnlijk alweer een nieuwe giveaway. Check even mijn Instagram daarvoor, @konweiland. OnePlus wil jullie graag aan FIFA 21 helpen. Maar wat jullie gisteren ook zagen, is dat mijn team nu toch wel heel ver gevorderd is. Ondertussen is er nog het een en ander verkocht op de transfermarkt en dus kunnen we Kevin De Bruyne terug gaan kopen eigenlijk. Ik had hem al gepakt begin van FIFA. Het is nog steeds begin van FIFA, maar we kunnen hem nu gelijk terug gaan halen. Jullie horen iets blazen op de achtergrond, dat is mijn laptop. Ik ben met veel dingen tegelijk bezig. Er gaan wat transfers naar een editor, want we hebben net opgenomen met de veteranen. Een hele leuke nieuwe video die vandaag ook online komt daar. Het kanaal dat ik nu met Pasky heb. We gaan De Bruyne dus kopen en dan ga ik jullie eigenlijk vooral even laten zien in deze video hoe ik op dit moment speel. Ik heb meerdere formaties die ik echt heel chill vind, maar eigenlijk is de rode draad daarin wel twee spitsen. Ik heb echt gemerkt dat ik het heel fijn vind om met twee spitsen te spelen. Het is een super snel spel geworden weer. Het is echt een beetje, ik heb het al een paar keer gezegd, maar het is echt FIFA 12-achtig. Ik weet niet of mensen dat hebben gespeeld. En dat is wel hoe ik normaal gesproken speelde. Maar je hoeft niet te lang balbezit te houden, eindeloos te tikken en te breien. Je moet juist eigenlijk veel gerichter spelen. En een paar 1-2'tjes tussen je spitsen en je kunt al weg zijn. Vandaar ook dat Mbappé zo ongekend goed is. Dat is die altijd wel, maar dit jaar is het nog extremer. Ik ga jullie gewoon meenemen. Ik denk twee potjes Division Rivals. En dan laat ik even zien hoe ik speel. Hopelijk gaat het ook een beetje goed. We zitten in divisie 2, als ik het goed heb. De Bruyne komt er dus bij. Dit ga ik jullie even laten zien. Aangepaste tactieken. Ik heb vooral deze formatie veel gespeeld. 4-1-2-1-2. Dat is de formatie die ik het meest heb gespeeld. Deze kun je op terugvallen zetten of op gebalanceerd. Op dit moment, hè, zeg ik. Misschien dat ik over een week of over twee weken weer nieuwe inzichten heb. Maar terugvallen of gebalanceerd, diepte 3 of 4. Dat is hoe ik nu speel. Je moet echt uitkijken voor counters. Dus terugvallen is helemaal niet zo gek. En dat wil niet zeggen dat je maar met je kont continu de 16 blijft hangen met je hele team. Maar wel dat je even wat zekerheid inbouwt. Hier zet ik hem vaak op snelle opbouw. Helemaal niet mijn manier van spelen normaal gesproken. Maar dit zegt meer iets over hoe jouw spelers gaan lopen. Hoe zij denken. Dus als je dit instelt, zorgt dat ervoor dat jouw spelers ervan uitgaan dat je snel wil opbouwen. Dat je snel naar voren wil, dat je wil gaan counteren. Ik wil niet zeggen dat ik puur op de counter ga spelen. Maar dat is wel iets waar jouw spelers dan rekening mee houden. Deze op 4 of 5, breedte 4 of 5, moet ik nog een beetje mee experimenteren. Maar dit vind ik wel een hele fijne. Martial heb ik nog helemaal niet gebruikt, maar dit zou wel denk ik zijn hoe ik dit team dan zou laten spelen. Misschien zelfs wel Ziyech juist nog daar. Daar vond ik hem heel fijn namelijk. Maakt niet zo heel gek veel uit. Afstandsschoten zijn niet per se top. Ja, weet ik nog niet zo goed. Maar ik denk Ziyech eerder vanaf rechts dan vanaf links. Instructies ben ik ook nog niet helemaal uit, dus pin me hier nog niet op vast. Maar wat ik in elk geval altijd doe in zulke formaties met één CDM is die CDM achterblijven tijdens aanval en dekking midden geven. En wat je eigenlijk ook het best kunt doen. Kijk, Ziyech is wel iemand met hoog. De Bruyne denk ik trouwens ook, maar De Bruyne wil je aanvallend misschien nog wat meer bij de goal hebben. Is maar net wat je wil. Maar Ziyech ook nog even dekking midden. Staat nu ook naar voren. Staat nu heel aanvallend. Ik denk dat ik Ziyech gebalanceerd zet en De Bruyne op naar voren. Dan zet ik ook gewoon, ik zet ze nog even gebalanceerd. Je moet anders niet raar op staan te kijken als je continu helemaal open ligt met je ploeg. Naar de flank kun je wel doen, omdat we natuurlijk in deze formatie geen echte buitenspelers hebben, kun je best wel een van je spitsen naar de flank sturen. Dan zou ik dat in dit geval denk ik juist eerder met Martial doen dan met Werner. Werner is de betere finisher, Martial is juist meer een soort buitenspeler. Dit is hoe ik tot nu toe veel heb gespeeld. 4-4-2 is een formatie waarvan ik zeker weet dat die goed gaat zijn. Maar welke ik jullie eigenlijk even wil laten zien, ik heb dit met Draft ook al een paar keer gehad nu, is de 4-2-2-2. 4-triple-2, 4-triple-2 zoals veel mensen het dan noemen, klinkt wat lekker. 4-triple-2, 4-2-2-2, bekt een beetje apart. Dan zouden we dat denk ik op dezelfde manier neerzetten. Martial en Werner zo. Ziyech ga ik dan denken. Ja, dit is een lastige keuze. Maar De Bruyne is uiteindelijk completer. Dus ik denk toch De Bruyne zo hier naast Kanté. Omdat De Bruyne ook linksbenig is. Tweebenig. Hij is rechtsbenig, maar tweebenig. Zet ik hem op links. Ja, Havertz heb je ook nog. Ja, die heeft wel een goede topsnelheid van 88. Heb je alleen twee linkspoten nu hier. Maar goed. Voor alles valt wat te zeggen. In elk geval, daar moet ik nog een beetje mee puzzelen welke poppetje op de juiste plek. Maar deze formatie is top. Ik heb jullie ook verteld dat ik die 5-2-1-2 heel nice vind. Maar daar moet ik nog even wat meer mee experimenteren voordat ik jullie daar echt veel meer over wil vertellen. Maar eigenlijk is die 5-2-1-2 hetzelfde als die vorige formatie die ik liet zien. Die 4-2-1-2. Maar dan wel met wat meer opties op de flank. Want als je dan die backs goed op laat komen, heb je juist echt rammers op de zijkant. Zeker met Walker en Mandy kan dat prima. Instructies. Martial hoeft nu niet naar de flank. Je kunt er een van de twee achter de linies laten kruipen. Laten we dat met Martial doen. Ik ga deze jongens even nog geen instructies geven. Dan moet ik nog eventjes wat meer mee experimenteren. Maar geloof me jongens. Twee spitsen, dat gaan jullie heerlijk vinden. Ook hier, snelle opbouw gebalanceerd. Eigenlijk hebben we nu twee CDM's. Dus kan ik juist wel ietsjes hoger staan voor mijn gevoel. Dit is een iets aanvallendere. We gaan 4-2-2-2 even spelen.
Even kijken, we spelen tegen deze ploeg. Hij heeft in vorm Lewandowski. In divisie 2 is dit dus Jota, Gnabry, Kimmich. Die wilde ik eigenlijk heel graag. Ik heb eigenlijk gezegd van tevoren dat ik een team wilde maken met die Chelsea 3 die ik heb. Maar dan ook met Kimmich en Gnabry. Maar Gnabry ben ik toch een beetje op teruggekomen. Zijn topsnelheid is net als bij Havertz volgens mij goed. Alleen zijn versnelling is laag. Of is het bij hem andersom? In elk geval, één van de twee is heel laag bij Gnabry. Ik zet die 4-2-2-2 aan. En we gaan gewoon even kijken hoe dat loopt. Kijk, dit is het. Werner. Langs het keepertje. Dat werkt ook weer fantastisch. Spits inspelen. 1-2 tussen de spitsen. En je bent dan zo makkelijk los. Meteen weer diep gestoken. Martial, lange hoek ligt open. Bam! Zo lekker in de lange hoek finishen met dit spel. En Wernertje maakt hem af, want Werner heeft 88 finishing. Maar heel ander spelbeeld zo dan afgelopen jaar. Ik kom dat wel aan, maar het is ongekend hoe vaak je gewoon helemaal los bent. En natuurlijk, mensen moeten zich nog een beetje aanpassen aan het spel. Er komen straks vast wel weer manieren waarop het alsnog heel lastig wordt om er doorheen te komen. Maar dit is nu wel de tendens. Ik moet jullie wel zeggen dat ik over het algemeen nu nog steeds het beste gevoel heb bij die 4-1-2-1-2 small. Nu in deze tweede helft spelen we 4-1-2-2 small. Gaan even kijken hoe dat gaat, maar ik merk dat je daar nog makkelijker die driehoekjes mee kunt maken. Dat is echt absurd. Zie je, ik kan meegeven en nu worden we waarschijnlijk al niet meer bijgehaald. Eén, omdat Werner zo snel is, maar ook omdat de game gewoon zo is gebouwd. En Martial maakt hem nu lekker af. De game is zo gebouwd dat als je eenmaal los bent, je moet hele lijpe verdedigers hebben, wil je dan zo'n snelle spits nog terughalen. Oh! Hakim. Hakim the Dream. Ik ben wel benieuwd wat voor formaties jullie tot nu toe spelen. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik al vrij overtuigd ben van het gebruiken van twee spitsen. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar ergens in de komende tijd nog vanaf ga wijken. Hop, spitsje inspelen, andere spitsje door. Hop, erlangs. Oh, niet helemaal erlangs. Wat doe je nou, man? Oh, mooi uitgespeeld, maar man, die nog. Oké, dit is een beetje een rare wedstrijd geweest. Maar we gaan even nog een potje doen. Ik wil vooral even die 4-1-2-1-2 small nog even laten zien. Hopelijk hebben we even een goede tegenstand. Met draft komt het dus echt vaak voor dat je potten met 5-4 of 7-5 wint. Dat is echt gestoord. We gaan nu trouwens net over de grens van 1800. Vanaf 1900 is divisie 1, geloof ik. Misschien dat we dat nu zelfs nog wel net even kunnen halen. Maar ik wil jullie dus vooral een beetje laten zien hoe ik probeer te spelen. Even kijken. Volgende pot. Hij heeft Rashford. Party. Zo, die is 84 rated ook gewoon. Lekker ones to watch. Ziek hoor. Wat ook mooi is als iemand zelf met maar twee spitsen speelt, dan komen je backs continu vrij. Kijk ook waar Mandy daar. Mandy heeft überhaupt geen directe tegenstander. En wat dan heel leuk is om te doen, is om gewoon met zo'n back de aanval op te zetten en hier de bal in te spelen. Dan loopt hij zelf door. En dan kun je vervolgens weer doorvoetballen. Gaat nu niet helemaal goed. Ik was iets te snel, iets te gehaast. Maar dan kun je continu met die back een 1-2'tje aangaan. Dan kun je echt ver komen. Hier even opletten. En wat ik dus veel probeer te doen, is hier instappen. Proberen die passes al te zien. Echt van achteruit. Nu hier voor de spits proberen te komen. Hier ervoor proberen te komen. En dat gaat nu allemaal net niet lekker. Zul je net zien. Oké, De Bruyne. Hop, spitsje inspelen. Even doorkijken. Man, die is erbij. Hier, dan wil ik 1-2. Hij loopt door. Fantastisch. Even inhouden. Even terug. Even zoeken naar wie er kan schieten. En dat gaat weer niet goed. Dat doet hij heel goed. Kanonnen, 1-0 achter. Oké, kijk, maar dit is mooi. We hebben een goede tegenstander. Kan ik nog beter laten zien hoe ik er dan van wil spelen. Goed ingespeeld, goed, lekker binnengeschoven. 1-op-1'tjes zijn bijna altijd raak. Oh mijn god, die paas. Rodrigo moet naar zijn linker. Nee! Ja. Oh, slechte pas. Ik ben niet goed bezig, jongens. Ja, dit is een goede aanval. Martial moet raak zijn. Het is raak natuurlijk. Deze mis je niet. 2-2. Kom aan. Martial. Kante. Werner. De Bruyne. Wie is het nou? Het is Werner. Ik weet het ook even niet. Oh mijn god. Maar juist nu ik in deze video jullie wil vertellen, jongens, 24 small is het helemaal, begin ik er zelf aan te twijfelen. Ja, dat kan gebeuren. En dus worden jullie er nog niet heel veel wijzer van. Hopelijk wel in bepaalde dingen die je ziet. Bepaalde trucjes die ik weer veel doe. Het simpel tikwerk wat goed is. Proberen voor die mannen te komen met het verdedigen. Dichtlopen van de looplijnen. Winst is binnen. Nou ja, zo kom je altijd op nieuwe inzichten. Ik hoop dat jullie er wat wijzer van zijn geworden. Laat me even weten welke formatie jullie spelen op dit moment. En waarom. Wat er goed aan is.
Ik ga in de komende week ook 4-4-2 en 4-2-2-2 dan toch maar weer wat meer testen. En dus die 5-2-1-2. Maar twee spitsen, dat staat voor mij vast. Het team is denk ik heel goed. Eén van die twee, Ziyech of Havertz, gaat er denk ik wel uit. Het zal misschien uiteindelijk toch Ziyech gaan worden. Gaan we over nadenken verder. Wil je zo snel mogelijk toe naar Cristiano Ronaldo, Mbappé of Neymar voorin? Jongens, bedankt voor het kijken. Hou mijn Instagram in de gaten voor de volgende FIFA 21 giveaway. Thanks, tot snel. Adios. Ciao, ciao.